Ik heb straks vrienden op bezoek. Ik wil ze graag verrassen met een heerlijk dessertje dat er ook nog eens fantastisch uitziet. Dit dessertje bestaat uit 3 eenvoudige componenten. Een 4/4 cake, heerlijke pudding van Imperial en rood fruit om ertussen te leggen. We beginnen met de cake. 4 ingrediënten, 250 gram van elk ingrediënt. Bakmeel, suiker, eitjes en gesmolten boter. We beginnen met de suiker en de 5 eitjes in een kom te doen. De basis van een goede cake begint altijd met een zeer luchtige mengsel van eieren met suiker. Dus ik klop deze 2 ingrediënten snel luchtig. Voilà. Dit is luchtig. Als volgende doen we onze geklaarde boter bij het geheel. We mengen dit onder. En als laatste nemen we ons zelfrijzend bakmeel. Nu alles mengen tot een glad beslag. Voilà, onze cake is klaar. In een ingevette bakvorm. Deze cake moet nu voor 35 à 40 minuten in een oven van 180 graden. Terwijl onze 4/4 cake afkoelt, beginnen we aan de pudding. Normaal gebruik je 750 ml melk voor 1 zakje pudding. Maar ik wil graag een iets vastere pudding voor mijn trifle en daarom gebruik ik maar 600 ml. Ik maak ineens 2 porties, dus 1 liter 200 melk en 2 zakjes pudding. Ik heb hier al 1 liter 200 melk en ik doe het grootste deel daarvan in een kookpot. Houd altijd een klein beetje melk opzij om straks je puddingpoeder in op te lossen. Let op, want melk is iets dat heel gemakkelijk aanbrandt. Dus blijf bij je vuur en roer regelmatiger door. Terwijl de melk opwarmt, voeg je 150 gram suiker toe. En ondertussen nemen we even de tijd om onze zakjes puddingpoeder te mengen met ons overschot van melk. Nu is het heel belangrijk dat er in dit geheel geen klonters meer overblijven. Onze melk kookt ondertussen en dan kunnen we onze puddingpoeder erbij doen. Het gemakkelijkste is dat je even van het vuur neemt. Tijdens dat je erbij kapt, heel goed roeren. En je ziet, heel snel krijgen we die heerlijke pudding. Die moet nu nog een minuutje doorkoken. Bij mij brengt pudding mij altijd terug naar mijn kindertijd. Vroeger, als ons mama pudding maakte, dan waren wij er altijd als de eerste bij. Degene die er eerst bij was, mocht de pot leeglikken. Het leuke ook aan die pudding van Imperial is dat heel je huis direct ruikt naar die heerlijke geur van vanille. Voilà, onze pudding is klaar. Zetten we even van het vuur. Laten we even afkoelen terwijl we onze cake gaan snijden. Ik begin met de cake te snijden in schijfjes van ongeveer 1 centimeter breed. En daarna maak ik eigenlijk kleine blokjes van 1 op 1 centimeter. Als je nu echt een zeer fancy resultaat wil, kan je ook rondjes maken uit je cake. Maar ik ga vandaag voor een makkelijke oplossing. Ik maak gewoon kleine vierkantjes. En nu kunnen we beginnen met mijn favoriete deel, het maken van de trifle. Ik zei daar straks dat we gaan voor een Vlaamse versie van een trifle. Waarom noem ik dit nu een Vlaamse versie? Wel, omdat traditioneel een trifle gemaakt wordt met custard of met een soort van mascarpone-vulling. Maar ik ga nu voor de oer-Vlaamse imperial pudding. Je begint met stukjes cake netjes zo dicht mogelijk bij elkaar te stapelen. Zorg dat je de randjes goed vult om straks te voorkomen dat er te veel pudding naar de onderste laag zakt. Onze onderste laag is klaar. Nu de pudding erop. Roer de pudding nog eens goed door. Ik ben nogal een smospot. Dus om te voorkomen dat heel mijn schaal straks volhangt met pudding, doe ik het even in de kan. Ik heb misschien nog niet al je pudding erin, want dan stolt hij redelijk snel en dan gaat hij straks niet meer heel makkelijk te gieten zijn. En nu gieten we voorzichtig de pudding op de cake. Voilà. Zorg dat er overal mooi de pudding verdeeld is. En nu gaat het derde ingrediënt erop, het rood fruit. Je weet toch dat een deel van koken proeven is. Dus laat je vooral gaan. Nu, ik gebruik hier aardbeien en frambozen. Maar in principe kan je elk soort fruit gebruiken. Deze 3 laagjes herhaal je nu tot de kom helemaal vol is. De pudding is altijd de laatste in de schaal. Als laatste nog even wat glad strijken.
werken nog af met een klein beetje decoratie van rood fruit. Geef nu toe, ziet dat er niet gewoon heerlijk uit? Ik weet zeker dat je vrienden maar één ding gaan zeggen. Wauw. Voilà, klaar voor een feestje.